zoals Marie Kondo het doet. Hoe ziet een blije ondernemer eruit? Nou, zo. In de categorie lekker bezig, Wendy. Ja. Goed zo, lieverd. Goedemorgen, zonder zorgen. Het is vandaag zaterdag. Tijd voor weer een nieuwe vlog. En ik ben al onderweg. Ik had als doel om dit jaar meer events te draaien. Mijn haar zit wel een beetje wild. Dat gaan we straks even oplossen. Ik wilde dit jaar meer events draaien. En nou, dan beginnen we direct mee de eerste zaterdag van het jaar. Want mijn moeder heeft op de sportschool een open dag met als thema Boost Your Health. En daar kun je allemaal metingen doen. En ik sta daar vandaag met de Observe. Dus ik ga nu gauw op Lenny's fietsje richting de salon. En dan ga ik mijn spullen pakken en dan ga ik dat daar opbouwen. Het is gelukkig vlakbij, dus ik kan lopend alles doen. Hurry, hurry, je ziet me zo. Nou, dat was mijn dagje wel. Ik ben weer lekker thuis. Wij moeten eigenlijk op verjaardagsvisite bij mijn zwager. Want die wordt maandag 30. Maar de kindjes slapen nog. Danny die had ook nog een nieuwjaarsborrel ergens. Dus die is al weg. Ik ga zodra ze wakker zijn, gooi ik ze in de auto en dan gaan we die kant op. We gaan nog even een feestje vieren. Open dag was hartstikke leuk. Niet super super druk, maar wel een aantal mensen leuk kunnen helpen en vragen kunnen beantwoorden. En dat is gewoon wat ik het allerliefste doe. Goedemorgen op deze fijne zondagochtend. Ik zit met twee knullen op de bank. Daar is er een feestje van oom Jeroen. Hé Daan? Ja. Was hartstikke leuk, zoals je net hebt kunnen zien. Daan was aan het dansen en nou, het was met name gewoon heel erg leuk. Wij hebben oudjaarsdag oliebollen gebakken bij mijn ouders. En daarvoor maak van mijn vader altijd van een deel van de schuur. Oliebolletjes hebben gebakken, hè? Ja, alleen gisteren niet. Maar daarvoor maakt mijn vader altijd voor een deel van de schuur nou, een soort van apres-ski kroeg. En dat hebben we nu even laten staan, omdat mijn zwager 30 werd. Dus we hebben flink gefeest en flink genoten. Vandaag doen we lekker rustig aan. Geen auto's. Wat zeg je? Geen auto's. Geen auto's? Nee. Oké, nou, geen auto's, zegt Daan. Het is al volgens mij 9 uur geweest, maar het is echt nog heel erg donker buiten. Het zal wel een donker, druilerig dagje worden. Dus we gaan lekker van elkaar genieten. Oh, en de zoektocht naar onze paspoorten vervolgt ook natuurlijk vandaag. Want die hebben we wel echt nodig. We hebben nog steeds geen idee waar ze zouden moeten liggen. Goedemorgen, liefje. Hallo. Papa. Heb je lekker geslapen? Papa. Redelijk. Jongens, ik zie er echt even helemaal niet uit. Geeft niks. Het is zondag. We zouden niks gaan doen. En dit is ook niet echt een verplichting of zo, maar ik ben aan het opruimen geslagen. Daar was ik vorige week al mee begonnen. En ik heb een nieuw systeem om alles eigenlijk in doosjes te doen. Dus niet meer plat neerleggen. Dit zijn bijvoorbeeld al Daanse shirts en broeken. Dat heb ik helemaal niet zelf bedacht. Dat is zoals Marie Kondo het doet. Nou ben ik niet gemarie Kondo'd. Het is ook nog heel veel troep ernaast trouwens hoor. Maar ik vind het wel ontzettend handig. Want je ziet direct wat waarin ligt. En het zit lekker stevig. Dus het valt ook niet om. Maakt wel dat ik met Danny nu de afspraak heb gemaakt. Dat hij gaat wassen en de boel ophangt of in het droge doet. En ik opvouw en het in de kast doet. Want ik zie het niet gebeuren dat Danny dit op dezelfde manier gaat doen. Dat hoeft natuurlijk ook niet. Het is mijn idee. Maar ik denk dat we hierdoor meer overzicht krijgen en je ook niet zo lang hoeft te zoeken. En dat gaat een tijd besparen, want zoeken is onze hoofdtijdverspiller hier in huis. Dus zullen we kijken hoe het werkt de komende dagen. Kijk eens even wat mijn man heeft gedaan. Die heeft een dakdrager alvast erop gezet met een dakkoffer. Die hebben we geleend van vrienden voor de wintersport van volgende week. We zitten al helemaal in de flow. We zijn ook al druk bezig dingetjes uit te zoeken en bij elkaar te leggen. Lekker hè? Dit doen we het liefst op zondag. Lekker samen op de bank een filmpje kijken. Danny die is heel even naar de supermarkt, want de lekkere koekjes waren op.
Wat voor koekje wil je dan? Een prinskoekje. Ja, een prinskoekje. Die zijn op. Papa haalt even bij de supermarkt. Goed? Gaan we dan weer verder kijken. Dit is een nieuwe kopen. Nieuwe kopen, precies. Ja. Hé, en waar is Tim? Tim slaapt. Tim slaapt? Tim moe. Tim moe. Ja? Okay. Ja. Wat heb jij gedaan net? Ik ben groter. Jij bent groter, zeker ben jij groter. Maar heb jij net ook geslapen? Ja. Ja, lekker? Hey, Timmy. Mag niet, Timmy. Ten strijde. Goedemorgen. Het is vandaag maandag. Ik zit op de fiets naar het werk. En het is echt heel vies weer. Dat zie je niet zo heel goed op de camera, zie ik. Maar echt van het hele nattige weer waar je ook heel nat van wordt. Maar goed, het is maar een klein stukje. Onze oppas is er weer. En ik ga even 3 uurtjes knallen. We gaan een teamoverleg voor vanavond voorbereiden. Ik heb een nieuwe collega, een manager. Die is 1 januari gestart. En samen met haar gaan we het bedrijf echt nog naar een hoger niveau tillen. Dus daar heb ik heel erg veel zin in. En we gaan zo meteen even samen een agenda maken voor vanavond. Omdat we die meiden gaan uitleggen hoe we dat precies gaan aanpakken allemaal. En daar heb ik heel veel zin in. Oh, ik ben weer lekker thuis, jongens, bij mijn lieve kindjes. Zo'n ochtend gaat zo snel en ik vind het zo leuk en ik heb zo'n zin in vanmiddag. We hebben vanmiddag een teamoverleg en ik heb samen met onze nieuwe manager, Lotte is dat, heb ik het voorbereid en dingen op papier gezet en we gaan zulke gaaf doen in dit jaar. Maar ook voor die meiden heel erg leuk. Maar ik heb daar gewoon zoveel zin in. Daan, mama heeft er veel zin in. Ja! Ja! En daar word ik heel blij van. Ja. En vanmiddag komt oma op jullie passen, heel eventjes, totdat papa thuis is. Leuk. En heeft mama overleg met de meisjes. Ja. Leuk? Ja. En zullen we nu een boterham gaan eten? Ja.